Maandagochtend op weg naar het werk. Vakantie zit er weer op. Het was een mooie zonnige dag. We zeggen dat het 20 graden wordt. Maar dat is het nu nog niet. Sinds een paar dagen weer een lange broek aan voor het eerst. Polo shirt. Voor gekozen om geen jas aan te doen. Had wel gekund, maar ik vind het niet nodig. Nou, het is vroeger dan mij lief is. Week lang uit kunnen slapen. Gisteren om 10 uur eruit. Ik moet niet te gek later uit, want anders wordt morgen vroeg niks. Ja, ik ging vanmorgen om 7 uur even een kwartiertje verder gezet. Verstandig geweest om voor het slapen gaan gisteren nog even te douchen. Heel slim. En nu weer op de kortste route naar het werk. Kijken wat er allemaal in een week veranderd is. Ik heb altijd het idee dat dat van alles is, maar dat zal best meevallen. Maar ik ben in elk geval mooi op tijd. Gisteren, zoals je hebt kunnen zien, een rit naar Eelde. Gisteren nog even op Google Maps gekeken. De route die ik gedaan had, heb, is ongeveer 17 kilometer. Maar dat komt omdat ik via Harenermolen, waar ik nog nooit van gehoord had, in Glimmen ben gegaan. Ik had ook binnendoor gekund, was het 15 geweest. Dat is alleen wel van de andere kant op het vliegveld geweest. Nu kwam ik vanuit het zuiden aan, dus die route van 15 kilometer gevolgd had. En ik ben aan de noordkant het vliegveld binnengekomen. Nu lag het vliegveld aan mijn linkerhand. Andersom was het, had ik het aan mijn rechterkant gehad. Nou, het verhaal over de batterij gisteren. Ik denk heeft het in totaal nog 1 uur. 17 minuten en 27 seconden heeft hij het uitgehouden. Dat is best aardig. Nou, gisteravond of gistermiddag bij thuiskomst gelijk de 2 nieuwe batterijen die ik nog had.
uitgepakt in de oplader en in gebruik genomen. Ik heb ze nu niet bij me, bewust niet. De bedoeling is dat ik straks met terugreizen een korte route ga doen. En dat ga ik ook doen nu. Boodschappen doen. Hey, de boel is afgesloten. Wel goed komen. Nijenborg via Zernike vol en dan moet ik deze kant langs. Oké, ik zal wel hekken staan in de verte. Maar goed, ik schat in dat het mooi weer is, blijft. De batterijen niet mee. Nog, ik heb de waterproof case niet eens mee. Alleen de camera met een standaard setup. Stel dat mensen achterin gaan plakken. Maar goed, een normale camera gewoon mee. Een niet waterdichte hoes eromheen. Wat trouwens makkelijker omgaat dan omweg en andersom. Dat kostte mij nog een moeite om de batterij eruit te krijgen. Ik wilde namelijk gewoon weten hoe dat moest. Maar het is nogal lastig. Je moet eerst een hendeltje opzij trekken. En dan kun je een klepje los trekken. Vreemd genoeg is aan een los klepje, dus als je het klepje eruit haalt, dan ligt die los van je camera, in dit geval op tafel. Dat had makkelijker gekund. Het voordeel is natuurlijk wel dat het klepje er niet zo uitvalt. De eerste, mijn kleedjetje is er al voor dag en dauw.